Ik ga vandaag namelijk kijken hoe lang ik het kan volhouden in het nieuwe huis van Lars Petersen zonder dat hij het door heeft. Oh shit, ik krijg net een appje van Nicole dat ze er bijna zijn. Ja, dat heb ik niet. Toen zeiden wij, oh, we gaan blijven. De hele ding is uit. Iemand heeft mijn telefoon. Jij bent het. Meisjes, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van je favoriete Ginger. Vandaag heb ik een superleuk plannetje. Het is niet origineel, maar wel leuk om de challenge voor mezelf aan te gaan. Ik ben al redelijk vroeg vertrokken van huis. Het is momenteel 10 uur en ik heb al bijna 2 uur gereden. Want ik ben namelijk bij het nieuwe huis van Lars. En jullie weten waarschijnlijk allemaal al wel wat ik ga doen. Ik ga vandaag namelijk kijken hoe lang ik het kan volhouden in het nieuwe huis van Lars Petersen zonder dat hij het door heeft. Ik heb al eventjes contact gehad met Nicole, dus dat is super chill. Lars ligt nu nog in bed. Hij zou er om 10 uur zijn, dus ik heb nog 10 minuten. Dus ik moet eigenlijk ook een klein beetje opschieten, dus ik moet niet te veel gaan praten. In ieder geval, Nicole heeft de sleutel gisteravond in de tuin gelegd. Dus als het goed is, kan ik zo meteen met de sleutel het nieuwe huis van Lars binnen. En dan gaan Nicole en Lars heel de dag aan het werk in het nieuwe huis. Geen idee of Lars er zin in heeft. Maar wat Lars dan niet weet, is dat ik daar ook ergens ga verstoppen. In ieder geval, ik ga mijn tas pakken. We gaan naar het huis van Lars lopen en kijken of de sleutel daar ligt. Oké, ik loop momenteel in de straat van Lars. Ik weet alleen niet welke achterdeur het is. Dus ik moet eventjes gaan spieken. Volgens mij is het deze. Ja. Dit is de tuin. En als het goed is, moet hier de sleutel liggen. Ik heb de sleutel. Ik moet wel zacht praten. Zou ik allemaal beuren. Kijk eens eventjes waar ik ben. Ik ben in het nieuwe huis van Lars, zonder dat hij het doorheeft. Als je nu al veel zin hebt in deze video, moet je even zoveel mogelijk duimpjes omhoog doen. En als je nog niet geabonneerd bent, moet je eventjes abonneren. We gaan eerst eens eventjes kijken in de keuken of hij ook wat lekkers heeft. Want dan neem ik dat gewoon mee naar boven. Kijk, we hebben biertjes. Dus ik denk gewoon dat ik een biertje meeneem. Want waarschijnlijk wordt het heel veel wachten en verstoppen. Dus moet ik wel wat te drinken hebben natuurlijk. En als het goed is, is hier ook nog de snoepla. Dus ik ga ook nog even de snoep pakken. Even zien. Oh, stroopwafels. Die neem ik ook mee. Ik denk dat het tijd is om het huis even een beetje te gaan verkennen. Waar ik wel kan komen en waar ik niet kan komen. Ik denk dat de tuin heel lastig wordt. Hier zou ik misschien in kunnen verstoppen, maar dat gaat hij snel door hebben. Ik ga zo meteen eerst ook even naar de wc toe. Want ik moet dus echt al de hele reis poepen. Dus dat ga ik gewoon lekker in Lars' huisje doen. Ik bedenk me net wel dat dit een onmogelijke opgave gaat worden. Aangezien het al lastig is in een huis met spullen. Laat staan hoe moeilijk het is in een huis zonder spullen. Het galmt ook helemaal omdat hier niks in zit. Ik hoorde van Nicole dat ze waarschijnlijk hier bezig gingen. Zowel in deze kamer als hier op de overloop. En ik denk dat ik of hierachter ga verstoppen. Kijk, hier kan ik prima en lekker zitten. Of ik ga hier zo te zitten. Maar dit is best wel rommelig. En hier liggen ook de spullen waar hij waarschijnlijk wel gaat kijken. Ik denk niet dat ik hier ga zitten, maar dat ik mijn spulletjes lekker hier neer ga zetten. Oh. Ik moet zeggen, heel veel ruimte heb ik niet. Dit gaat een lange dag worden, denk ik. Kijk, hier is Lars' favoriete box. En hier ligt zijn camera. Zal ik even een stukje vloggen? Hoi Lars. Je ziet dit waarschijnlijk pas later en achteraf. Maar superleuk dat ik eventjes in je huis mocht overleven. Je hebt niks doorgehad. En kusjes van je favoriete roodharige vriend Timo. Kijk, zo gun je elkaar een beetje in het leven natuurlijk. Oh shit, ik kreeg net een appje van Nicole dat ze er bijna zijn. En ik moet nog heel nodig plassen. Dus ik ga nu gauw naar de wc toe. En ik ga nog even gauw plassen. Ik heb nog 3 minuten. Zo, dat lucht op. Ik ga gewoon naar boven toe om te verstoppen. Want als Lars zo meteen binnenkomt en ik zei er ook, dan is heel de challenge mislukt. Want ik moet het zo lang mogelijk volhouden hier. Oké, de deur kan elk moment open gaan. Ze komen dus via voor en niet via achter. Dus ik... De deur gaat open. Ik hoor niet komen. Ik
hangen op de muur. Ik weet het ook niet zo goed. Ja, waar komt hij zo weer naar binnen? Ja. Oh, zijn auto. Die ga ik even aanraken. Kijk. Zijn auto. Ik kan er ook overheen plassen, maar dat is niet zo netjes. Nou, in ieder geval, die heb ik dan ook aangeraakt. Dat kan ik ook weer afstrepen. Ja. Oké, ik heb hem op. Hij liep de tuin in en was naar de winkel geweest. Maar ik zal nog met Nicole te praten. Oké, ik heb 1 keer gespot. Oké, ik krijg een klein beetje honger. En Lars zit nog steeds beneden. Die is nog steeds niet begonnen. Kan jij een raampje openzetten en zeggen het lukt, kan het door. In dat rijp is even met je door. Ik hoop al niet. Doe ik een glijbaan zo uit het raam. Hij had het precies over. Jouw vriend is er. Ja? Ik weet het niet eens. Ja, ik weet het. Dus dit is
van ons? Ja. Zeker. 100. Oh, dat weet ik veel, omdat we misschien middag moeten eten. Jezus. Ja, we hebben net gegeten. Ja, dat was een ontbijtje, man. Oh, je had het ontstel, dat was ontbijt. Toen zeiden wij, oh, we gaan ontbijten. Toen. Ik heb hier een bakken zorgen. Die hebben we helemaal ingesmeerd. Ik kan het niet. Het ziet er zo lekker uit. Dat het gegeten of zo? Maar ik heb helemaal protein mee. Loos ging naar beneden en toen heb ik eten gepakt. Ik ben in mijn leidje, nu kan ik eindelijk eten. Het gaat wel geluid maken. Ik weet niet of die deur oprecht is. Van Timo, wat doe je vandaag? Ik ga een liedje doorspoelen. Nog één liedje doorspoelen. Ja, even een stroomkwapje. Ja, wat? Hey, wat doe jij? Wat is er een gat in? Dus ik heb zijn telefoon nog. Oké, nog één liedje. Hoi. Hoi, kan je helpen? Zo is het niet echt, joh. Hier, monsieur. Ik ben er helemaal klaar, ik heb de hele tijd daar gezeten. Ik heb je eten al opgegeten. Ik heb je telefoon. Ik was er helemaal klaar. Ik had gewoon geappt, ik had gewoon niet gereageerd. Nee. Ga je mee met me? Ja. Nou, superleuk. Kom toch even kijken wie je doet. Zo, ik moet zeggen, dit is toch een beter plekje dan boven. Ja, gast, ik zit al aan 10 minuten te denken van hoe kan dit? Ja. Ik heb echt serieus, dit is niet nep. Ik heb niks doorgehad. Geen moment. Ik heb er niet eens over nagedacht dat Timo bij mijn huis kon zitten. Ik zei ook nog, als jullie nu denken dat het nep is, dan moet je gewoon je bek houden. Ja. Want ik had dit zelf ook niet verwacht. Gast, ik dacht echt met dat eten ook. Ik denk, nou ja goed, het zal wel. Ja, ik denk dat bang. Ja, ik moet echt
Hoe noem je dat? Acteur worden? Acteur worden. Dat is gewoon top. Gewoon ja, zomaar eten dus kunnen bestellen. Geacteerd, want het was meer zo van... Ja, gewoon een beetje dom. Ja, gewoon dom. Volgens mij was je zelf ook vergeten dat Timo eten had, alsof je wist. Tuurlijk wist ik dat niet. Ik moest opeens zeggen dat het van jou is. Ja, oké, okay, het is van mij. Ik heb eten besteld. Nou, in ieder geval, het is gelukt. En ik word er steeds beter in.